Dan geef ik eerst het woord aan de heer Baudet van Forum voor Democratie voor zijn stemverklaring. Ik dacht, ik licht even heel kort toe. Dus wij gaan voor de motie stemmen over een onderzoek naar de oorzaken van de sterke stijging van de energieprijzen. Maar dat is niet omdat wij niet al weten wat eruit komt. Maar omdat we natuurlijk continu zoeken naar manieren om jullie uit jullie hypnose, jullie slaapstand wakker te krijgen. Het partijkartel heeft de krankzinnige klimaatwet ingediend en hier laten aannemen. En dat is de reden, al dat klimaatbeleid is de reden dat de energieprijzen stijgen. Het sluiten, het volstrekt onverantwoord sluiten van de gaskraan in Groningen is de reden dat de gasprijs nu zo stijgt. Dus ik hoop dat dat onderzoek waar we dus voor gaan stemmen, terwijl wij al weten wat eruit komt, maar dat misschien een soort wake-up is voor je. Dat je denkt, oh, dat is een gevolg van ons eigen beleid. Wow, dan gaan we dat veranderen. Dat zou fantastisch zijn. Dank u wel, meneer Baudet. Motie 84, de motie Heijnen-CS over de oorzaken van de sterke stijging van de energieprijs in kaart brengen. Wie is voor deze motie? SP, GroenLinks, bijeen, Volt, Denk, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, Fractie Den Haag, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, Omtzigt, CDA, JA21, BBB, PVV, Forum voor Democratie en Groep van Haga, de algemene stemmen aangenomen. En voordat we daartoe overgaan, is er een stemverklaring van mevrouw Westerveld, krijg ik door. Dus dat gaan we eerst doen. Ja, is goed. Gaan. Voorzitter, vorige week werd de motie van Houwelingen ingediend. Die vraagt geen sociaal kredietsysteem in te voeren. Maar voorzitter, er is geen parlementariër in deze Kamer die er ooit voor heeft gepleit. Er is ook geen bewindspersoon die dat hier ooit heeft geopperd. De motie werd ook niet tijdens een coronadebat ingediend, maar tijdens een debat over de Rijksbegroting. En ik maak namens mijn fractie en namens Volt bezwaar tegen deze manier van politiek bedrijven. Want voorzitter, laten we deze Kamer gebruiken om een open en eerlijk debat met elkaar te voeren. In plaats van dat we dit zien als een podium om wilde samenzweringen te etaleren. Voorzitter, als Kamer kunnen we het bij deze moties niet goed doen. Want voorstemmen betekent indirect een legitimatie voor de samenzwering. En een tegenstem maakt dat Forum voor Democratie het gebruikt om hun achterban nog verder te verwijderen van de essentie van ons werk. Voorzitter, mijn fractie zal voor de motie stemmen. Mevrouw Westerveld, ik wil wel opmerken dat het niet helemaal een stemverklaring is. Want het is niet de bedoeling om een debat aan te gaan. Ja, voorzitter, maar ik wil wel graag uitleggen wat hier gebeurt. Ja, maar het gaat erom uw uitleg. Blijft u bij uw partij en niet de andere partijen daartoe uitlokken? Voorzitter, ik zal uitleggen waarom wij voor die motie gaan stemmen. Want dat doen we omdat we geen sociaal kredietsysteem willen. Dat willen we nu niet, nooit niet. Maar we doen wel een moreel appel om met deze ondermijnende praktijk te stoppen. Ik dank u wel. Het is belangrijk, nogmaals, een stemverklaring moet neutraal zijn, gericht zijn vanuit de eigen partij en moet niet een nieuw debat uitlokken. Laten we dat ook die afspraak met elkaar alsjeblieft in ere houden.